Al deze activiteiten hebben in ieder geval zeg maar geleid tot een koninklijke onderscheiding. En ook in uw geval heeft het Hare Majesteit behaagd om u te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. En ik ben er buitengewoon trots op om zo'n woordenaar een speldje te mogen opspelden. En op deze manier werden er vandaag 10 mensen in Woerden in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Zeg, en ook provisie. De lintjes werden namens Hare Majesteit de Koningin uitgereikt door burgemeester Hans Schmid. Aan mensen die omzien naar elkaar, die het leven mooier, beter, schoner en leefbaarder maken. Zo. En voor sommigen kwam dat als een verrassing. Zij werden rechtstreeks vanaf hun werk gedropt in een normale kloffie in de raadzaal van Woerden. Je wilde reclame, dan krijg je reclame. Hey, fantastisch, van harte provisie had ik. Zeg, jij fantastisch, zo'n man, Berger. Daar moet je trots op zijn. Oh, dat kan me voorstellen. En voor burgemeester Hans Schmid waren sommige uitreikingen ook weer heel persoonlijk. Zo kreeg Gerold Bosboom van de gemeente Woerden voor zijn betrokkenheid bij de samenleving een lintje. Daarom ben ik er in ieder geval trots op als burgemeester, maar ik kan ook zeggen als vriend dat ik je deze onderscheiding mag opspelden. Oh. In Woerden werden vandaag 10 mensen in het koninklijke zonnetje gezet. Wilt u weten waarom zij in aanmerking kwamen en de foto's van de uitreiking bekijken? Ga dan naar onze website woerden.tv. Wil je nog meer Woerden TV? Ga dan naar onze website voor actueel nieuws, exclusieve foto's en nog meer video's. En wil je als eerste het laatste nieuws? Voeg ons dan toe op Facebook en Twitter. Kijk woerden.tv.